je weet dat wat het einde is, de uitslag. En het is gewoon wachten maar neer. Ja, dat lijkt me het pijnlijkste. Ja. Dat je weet dat het die kant op gaat. Ja, ja. Maar omdat Martjan was ook heel berustend. Die was helemaal niet verdrietig over eigenlijk. Daar hebben ze helemaal geen moment over gehuild. Wij wel. Hij niet. Ik praat over leven en dood met Adrianus Marinus Kivon. Oftewel, André van Duin. Het heeft even geduurd voordat ik jou in dit programma kreeg. Ja. Ja. Dat wilde ik al heel lang. jij wilde heel lang niet. Nee. Had dat te maken met het onderwerp? Ja. Had dat te maken met de kist? Nou, ik wou die kist niet voor mijn deur hebben. Hè. Je moet de dingen niet forceren. Nee. Want narigheid komt vanzelf. Ja? Ja? Het is niet zo dat je denkt, ik ben André van Duin, ik moet voor vertier zorgen, dus ik ben altijd vrolijk. Nou, een beetje wel misschien, ja. Ja? Ja. Ook al ben je niet vrolijk. Ja. Maar moet je dan niet ontzettend in het bijzijn van anderen voortdurend in die rol? Is dat niet vermoeiend? Ja, maar je speelt een hele leven een rol. Alles is een rol. Hè? Je speelt ook een rol. Iedereen is de groenteboerder van morgen in winkel lopen en zegt: ah, mevrouwtje, vertel eens wat gaan we doen. Die denkt: god, heb je dat vreselijke wijf in dit verhaal. Dus iedereen speelt een rol. En wanneer kom je bij de echte André? Dus dat hij niet, dat hij niks hoeft op te houden? Nou ja, als er nare dingen gebeuren, zoals met Martin gebeurde, dan kwam je natuurlijk je vrienden op een andere manier tegen. En dan sprak je daar op een andere manier ook mee. En die hadden dan ook een luisterend oor. Maar ik was altijd, dacht ik, dat ja, je zegt altijd als zoiets gebeurt van, als er wat gebeurt, altijd bellen. Je wil altijd bellen. Bellen op, hoor, meteen bellen. Alles midden in de nacht. Maar ja, maar wat moet je bellen? Je kan het toch niet oplossen. Oh? Ze kunnen je niet helpen. Op een gegeven moment gaan ze toch ook weer naar huis en dan blijf je toch weer alleen over. Dus je moet het alleen doen. Maar dat... Ik bedenk nu ineens, dat wij hebben jou met z'n allen veroordeeld tot die vrolijke André van Duin dus. Nee hoor, dat heb ik zelf gedaan. Want je zegt ook, ik weet eigenlijk niet of ik het wel verwerkt heb allemaal. Nee, dat weet ik, dat zeggen ze altijd. Hè. Jaren later kan het nog komen. Dus ik heb niet, ik heb wel een verdrietige periode gehad. Maar aan de andere kant heb ik ook wel een... Ik ben niet binnen gaan zitten, ik ben naar buiten met vrienden en de bioscoop en gaan eten en gezellig. Het moet maar gezellig zijn, het moet maar... voor jezelf. Om het leuker te... Om het toch... Ja, een soort van verwerken. Je kan thuis... Maar is het verwerken of is het er gewoon niet... Nou ja, je kan thuis... aan te denken? Ja, dat is het eigenlijk, ja. Dus ja, voor je uitschuiven. Mijn hele leven is altijd voor me uitschuiven. Heb je dat altijd? En als je dan thuis... dat gedaan? Ja, geloof het wel. Want als je dan thuis komt... dan ben je dus weer alleen. En dan heb je het verdriet is dan dubbel. Maar de volgende morgen, dan gaat het leven weer. En dan komen allemaal dingen moeten er dan weer gebeuren. En anders blijf je het altijd maar... Ja, weet je, veel mensen die gaan dan alleen maar bij dat fotootje zitten. En zitten treuren. Maar ik heb dat thuis ook. En dat geeft heel veel troost. Eigenlijk meer troost dan zo'n heel graf en zo. Want bij mensen bij zo'n graf staan. Ik heb met mijn vorige partner ook, dus Wim, die wel overleden, die heeft een graf. En dan ga je er naartoe en denk je, ja, er is ook niks meer. Wat sta je hier nou? Thuis, dat fotootje is eigenlijk veel... dat zien we ook. En dat is veel aangenamer en prettiger om mee om te gaan dan dat ongezellige graf. Ja. Het klinkt ook alsof je dat meesjouwen van verdriet of van zware emoties, dat je dat niet trekt. Nee, dat niet ver van me uitschuiven, ja. Ik hou er normaal niet van. Ja. Ja, ik zit kijken. Waar zit het bij die man? Ja, ik hoor je graven, Maarten. Ja, maar nou ja, en ik probeer uit te vinden, is dit een reflex van hem? Kan hij gewoon heel goed in die mode schieten? Of is het wie hij is? Is hij zo of doet hij zo? Ja, ik denk beide. Maar de vraag is, als je er nu zoals je er nu bij zit en André van Duin bent... Nou ja, ik ben wel gewend om een masker op te zetten. Ik kan me heel goed verschuilen. En daarom heb ik me ook heel vaak typetjes gespeeld. Omdat typetjes natuurlijk... die halen de echte André van Duin weg. De typetjes van André van Duin... Want als je iets zegt als AM Kivon bedoel ik... dan komt het harder aan. Dan staat André van Duin of liever nog André van Duin als typetje. Dat was nog verder weg. Dan deed oma Joop of meneer Nijgaar of hoe ze allemaal heten. Die konden zich alles veroorloven. Terwijl André van Duin dat zich niet zo kon veroorloven. Dan was het toch tegenwoordig normaal met de social media. Alles wat je zegt wordt je kwalijk genomen. Maar als het door typetjes gedaan wordt, dan is het natuurlijk, komt het minder aan. Ja, maar is er ook een masker als het niet zo duidelijk is? Als er niet een hoedje op zit? Ik denk dat ik altijd wel een maskertje op. En wat verberg je dan? Ja, niks eigenlijk. Ja, gewoon mezelf. Maar ik vind mezelf niet zo interessant. Ik vind een andere duim leuk. En AM Kivon is niet geen interessante man. Nee? Nee. Die AM Kivon is helemaal naar de achtergrond. Toen je
Kijk, jouw verdriet werkend oplossen, dat lukt misschien nog toen Martin weg was. Maar toen Martin er nog was en hij was ziek, kon je toen makkelijk van je afzetten? Nou, nee, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb ook gewerkt. Dat vertel ik. Ik heb de hele serie Hendrik Groen, wat dus eigenlijk hetzelfde onderwerp was als wat er eigenlijk thuis gebeurde. Dus dat vond ik heel niet makkelijk om van me af te zetten. Nee, dat was heel moeilijk, ja. Dus dan ging je dat werkend doen? Op dat moment, dat klinkt heel raar, maar die serie moest ook af. En dus dan was het allemaal geregeld. Ik kon niet zeggen, van ik doe het niet, want dat kon niet, gewoon. Ik kon die rol niet, want was dan die rol gaan spelen. Dan denk ik, ja, waar gaat het over? Belangrijk, speelt iemand anders die rol? Ja, dan schelen. Maar dat, ook omdat Martin ook zei, maar het heeft geen zin om hier met z'n tweeën thuis mijn hand vast te houden. Ik ga wel mee gewoon, dat kon hij toen nog. Dus er was op dat moment nog niet zoveel aan de hand, behalve dat het onvermijdelijke eraan kwam. Ja. Maar we waren nog gewoon op dat moment redelijk in goede doen. En hoe ben je dan in Astad? En laatste 5 weken ben ik wel continu alleen maar thuis geweest. Ik heb geen werk meer gehad. Maar dat kwam ook zo gelukkig zo bij. Maar dat had ik dan misschien ook niet gekund, dat weet ik niet. Hoe was jij in die laatste 5 weken dan? Nou ja, thuis. En zorgend. En ben je dan ook grapjes maken of vrolijk doen? Nou, of? Grapjes maken. Nee. Nee, grapjes maken was. Nou ja, we hebben er toch wel het best leukste van gemaakt. We hebben vaak veel gepraat natuurlijk. En herinneringen opgehaald. En ik kwam vrienden langs. Joop van Den, ik kwam elke dag langs. Ja. Dus je zit het uit, hè? Een soort van. Je weet wat het einde is, de uitslag. En het gewoon wachten manier. Ja, dat lijkt me het pijnlijkste. Ja. Dat je weet dat het die kant op gaat. Ja, ja. Maar omdat Martijn was ook heel berustend in. Die was helemaal niet verdrietig over eigenlijk. Daar hebben ze helemaal geen moment over gehuild. Wij wel. Hij niet. Goed. Ja. Neem een slokje. Dus het is maar net hoe je meemaakt die dingen. Weet je, dat is voor iedereen anders, hoor. Er is geen boekje, hè. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. En toch heeft iedereen ermee te maken. Toch krijg je het allemaal een keer op je bord. Uiteindelijk wel. En dat zeg ik net, dat is ook maar goed ook. Het kan niet alles maar doorgaan, hè. Het is niet dat hij zegt, maar dat moet toch altijd maar doorgaan? Nee, dat kan niet. Niks kan altijd maar doorgaan. Dus dit ook niet, het leven ook niet. Het heet niet voor niks leven. Nee, dat houdt een keer op. Ja. Als je er niet meer bent, dan gaan mensen natuurlijk allemaal zeggen, oh, André van Duin. Wat is dan eigenlijk het mooiste wat ze over je zouden kunnen zeggen? Nou, wat ze nu al zeggen eigenlijk. Een aardige man. Erg om gelachen en zo. Als ik nu al lees van, oh, André van Duin moet altijd blijven leven. Die mag nooit doodgaan. Dus door Twitter mensen, oh god, gelukkig er is hij er weer. Maar blij dat we nog, maar gelukkig hebben André van Duin nog. Ik denk, nou ja, dat houdt dan ook een keer op. Alles slijten. Hoe is dat om zo, omdat jij bent een icoon. Nou ja, maar dat voel ik zelf ook wel. Want als je heel Holland bakt, is het natuurlijk een heerlijk programma om dit te kijken. Omdat je denkt, even niet al die nadigheid die nu om ons heen is allemaal. Even gewoon een gebakje wat in elkaar stort. Dus helemaal niet, dan ga je een uur een gebakje maken. Dus gewoon lekker. Lekker warm. Beetje de tijd van vroeger eigenlijk. Toen als kind was er niks aan de hand in de wereld. De wereld was één grote toverbal. En dat hij dat gevoel weer een beetje terugkrijgt. Je mag iets op de kist schrijven. Oh, oké. Een boodschap voor de mensheid? Een boodschap voor de mensheid, ja. Of gewoon iets wat je grappig vindt? Ja, ik kan erop zetten te koop. Zou ik jou een pen geven? Ik kan hem op Marktplaats zetten. Er zijn altijd mensen die dit dingen willen hebben. Nou, het is zeker wel, want het is natuurlijk heel leuk. Als je een beetje macabere humor hebt, is het natuurlijk wel leuk om daar een bureau van te maken. Ja, ja. Ik zit de hele tijd te denken, ben ik iets voorbij dat maskertje gekomen? Kijk, nou lacht hij het weer weg, hè? Ja, je bent niet de eerste. Die dat probeert? Ja. Nee. Kom. Als het goed is, maak ik hier geen gebruik van. Als het goed is, maak ik hier geen gebruik van. Oh, wat ook weer zo praktisch. Ja.